leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag een hele leuke... speciale... mededeling. Jullie hebben veel vragen gesteld een poosje geleden. Toen we bekend maakten of het een jong of een meisje werd. Onze vrienden gebeld. We hebben gekeken of een aantal vrienden van ons klaar zijn om papa te worden. Nee. Ik wou daar veel meer mee doen. Alleen, ja, ook een beetje door corona en druk schema, noem maar op, is het er niet helemaal van gekomen. Uiteindelijk heb ik het 3 online gezet voor jullie. Dus ik hoop dat je ze alle 3 leuk vindt. Heb je ze nog niet gekeken? Check ze zeker weten even. Maar de titel zegt het al. Wij zijn papa en mama geworden. Ja, voor de tweede keer. Nog een meisje. Nog een meisje. Is vorige week gebeurd. De bevalling is vorige week gebeurd. Met mama en dochter gaat hartstikke goed. Heel top. Even zit hier in levende lijf. Oh, ik kan het zien, het gaat allemaal goed. Ja, het gaat helemaal super. Dus ze dachten, gooi even een update vandaag. Meestal stream ik op zaterdag. Afgelopen zaterdag was ik er niet. Nou ja, 3 keer raden wat er allemaal aan de hand was. Hey. Verrassing. Ja, we gaan dat wel even inhalen allemaal. Dus verwacht in ieder geval lekker deze week. Volgende week lekker wat streampjes weer. Joost heeft sowieso een video gemaakt. Die wordt gemaakt. Dus hartstikke dankjewel daarvoor, Joost. Voor de rest zullen de video's gewoon door blijven gaan. Ik hoop zaterdag ook Minecraft te kunnen streamen. Maar ja, dat is altijd onbekend. Maar we hebben een dochter. Het is geboren. We zijn hartstikke blij. Alles is gezond. En een naam. En een naam is als volgt. Tromgeroffel. Sommigen weten het al. Die hebben het gezien op ons Instagram. Ja, als je ons volgt op Instagram, heb je het al lang gezien. Zo niet. Tada. Hier staat de mijne. En hier staat die van Eva. En de links staan in de beschrijving. Volg even. Dan blijf je op de hoogte. Maar de naam is Rosie. En op zijn Engels Rosie. Rosie. Dus R-O-S, Griekse I. Niet I-E. Niet I-E. Ook geen dubbel O of dubbel S. Ook geen Z. Of een... weet ik niet. Dus, dat is even een hele kleine mededeling. Daarom vandaag even een wat kortere video. Omdat ik dacht van ja, ik vind het toch wel netjes om te vertellen. Druk wel even op duimpje omhoog, super als zijn. En ondertussen gaan wij lekker weer genieten van de kleine meid. Tot de volgende video. Morgen is er weer 2 nieuwe video's. Ze blijven komen. Maak je geen zorgen. Abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. Want ik zie dat 50%... nee, meer. 80-90% van jullie niet geabonneerd is. Dus abonneer je nu. Doen. Ik heb het tegen jou. Daar op de bank. Jou. Jij daar. Dus doe dat. Tot de volgende keer. Ciao.